Voilà, het derde spel is gespeeld, het onderuitspel. We hebben gezien dat dit keer de chimpansees hebben gewonnen. Met name Siri heeft heel goed gespeeld, heeft op iets meer dan 10 minuten haar apenstoppen uit die onderuitpuzzel gehaald. En Janoa heeft het veel minder goed gedaan. Nu, wat heeft deze puzzel ons eigenlijk vooral geleerd? Dat Janoa niet zo erg gemotiveerd was. Bij de eerdere puzzels, de puzzels waarbij ze haar stokjes moest gebruiken, viel Janoa juist heel erg op door haar intense concentratie. Je kan dat ook heel goed zien, dat ze met die stokjes die noten probeert uit te schuiven. Nu lijkt ze daar allemaal veel minder te interesseren. Ze draait een paar keer aan die onderuitpuzzel en dan loopt ze een rondje en gaat ze weer wat rondkijken en dan komt ze terug en af en toe draait ze er eens uit. Ze kan het wel, ze haalt de noten er wel uit, maar ze verliest eigenlijk heel veel tijd omdat ze niet zo gemotiveerd is. Siri daarentegen, die is echt heel gemotiveerd, die is echt heel goed bezig. Je ziet die ook heel goed met precisie die verschillende rondjes in de juiste positie brengen, zodanig dat die noten in het volgende rondje kunnen vallen. Dat zie je bij Janoa wat minder. Nu, wat ik zelf heel erg leuk vind aan die beelden, is dat ze perfect illustreren hoe dat die handen van die chimpansees en die bonobo's eigenlijk meer gemaakt zijn voor een krachtgreep. Ik zal het even laten zien met een confituurpot. Eigenlijk als wij mensen een confituurpot open doen, dan gaan we ook een krachtgreep gebruiken. Dus dat wil zeggen, we gaan meer met de muis van onze hand dat deksel open draaien. En dat zie je ook wat de apen doen. Vooral als de puzzel een beetje vastloopt, als de schijven wat minder gemakkelijk draaien, dan zie je vooral bij Janoa dat ze heel erg haar krachten vanuit de duim, vanuit de muis van haar hand. En dat doen wij mensen ook wel als we een confituurpot opendraaien. Maar wij mensen zijn veel beter in dit, in de precisiegreep, waarbij we heel fijne voorwerpen heel gemakkelijk kunnen oppakken. Omdat onze duim in verhouding tot de rest van onze vingers langer is, is dat bij ons eigenlijk gemakkelijker. En dat is voor bonobo's veel moeilijker. En dat maakt dat ze ook niet zo snel op deze manier aan die knoppen zullen draaien. Ze zullen eerder met de muis van hun hand draaien, ze zullen eerder die krachtbeweging maken. Waardoor soms ook die schijven waar die nootjes of die apenstoppen in zitten, te ver doorschuiven. Dus voor hun is dat precisiewerk eigenlijk veel moeilijker, omdat zij niet die precisiegreep gaan gebruiken, maar juist die krachtgreep. En dat vind ik wel heel boeiend om te zien als gedragsbioloog.